van een hele lieve meid. Ze verkoopt eigenlijk, niet eigenlijk, maar ze verkoopt deze mooie producten. Wauw, geweldig. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik straal, want het straalt buiten ook. En wij zijn gewoon gezellig weer. Karin en Roderick. Roderick en Karin. Ja, het is vandaag. Je kan het misschien al wel raden. Inderdaad, woensdag 12 mei 2021. En het loopt nu richting 11:15. Ik heb de drie dames al uitgelaten. Ik ben net even bezig geweest met stenen. Ik heb mijn twee vlogs van mijn telefoon afgehaald. En ja... Ik ga nu even lekker naar buiten, even lekker even kijken bij de dames. En ik moet vandaag deze afwas nog even opruimen. Even doen. Roderick is rond 2:30 klaar. Ik krijg zo meteen bezoek, want ik mag wat uit gaan testen. Dus dat horen jullie zo meteen. Dit is even een hele lange intro, maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Beauty, lady, speedy, lovely ligt daaronder. Ja. Kijk, er zitten dan ook, hè? Hey, beauty. 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 Wat moet jij? Hey. Kijk eens. Nee, oh ja, ik weet wat en wat voor jou vele malen belangrijker is. Dat weet ik. I know. Ik zie hem al lopen. Hè? Mooie oranje strikje. Dat was stormen. Ja. Yeah. Dat is stormen. Ja. Yeah. Hi, mijn kind. Ik krijg kusjes van jou. Dankjewel hoor. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik heb dus nu net bezoek gehad van een hele lieve meid. Ze verkoopt eigenlijk, niet eigenlijk, maar ze verkoopt deze mooie producten. En daar heb ik een heel mooi boekje van. Ook heel mooi. En ze hebben heel veel producten. Ik mag er nu eentje uit gaan testen. Ik heb een lampje. Dit is een keramiek. Je hebt levenslang garantie. En heb je ook dus waxjes. Dus ik ga hem uitproberen. En ik heb gekozen voor de cranberry vanille. Dus ja, ik hang jullie zeker op de hoogte met hoe het ruikt. Want nou ruikt het nog eigenlijk gewoon dierengeur. Maar ik ga hem eerst in de stopcontact doen. Even kijken waar ik hem erin ga doen. Ja. Ik ga hem even zoeken waar ik het erin ga doen. Ik heb al zo'n donkerbruin vermoeden waar ik ga hem doen. Dan ga ik even deze eruit halen. Dan ga ik hem hierin doen. Pak deze. Deze gaat hierin. Zo, die staat aan. Nog niet aan, maar die zit er wel in. Yes. En dan ga ik het zakje even open doen. En dan doe ik er één in. Nou, dit mooie lampje. Het is een lampje, want kijk, als ik hem aandoe, dan is hij mooi. Dan ga ik het wax er nu in doen. Hierin. En dan doe ik hem zometeen aan. En dan moet het dus zometeen lekker gaan ruiken. Ja. Het is nu dus 12:30. En we gaan straks maar eens kijken hoe die dan is. Ja. Kijk dan, dit is oud. Wauw. Geweldig. Humoristisch dit, echt waar.
even door zijn meet. Dat is de auto dus voor deze auto. Ja. Oh wow. Ga jij ook of wat? Ik wist het. Kikken man. Zo, dit is de voedselpakket voor deze week. Tomaatjes, bakkenbraad, deze. Wat dit is, weet ik niet, maar dat mag naar rouw. Nou, dit weet ik wel. Dat ga ik zeker, die andere van vorige week, moet nog opeten. Ik heb er nu dus nog, ik heb er nou drie. Brood gaat naar rouw toe. Ik heb moestuintjes, dit moet ik zelf ergens opeten. Deze heb ik weer, bolletjes. Deze heb ik weer, Maltesers, die en lekker Doritos. Zo, dit is weer mijn, mijn aanwinst van de dierenvoedselbank. Dit is 2 kilo, dus ik heb 3 zakken, dus dat is 6 kilo. Met een blik hondenvoer, kattenvoer met 3 blikjes en kaviarvoer. Dus daar kunnen ze wel weer lekker mee vooruit. Gaat 1 zakje mee naar rouw, misschien vanavond later. En dan 2 bij mij hier erin. Yes, want omdat de 2 hondjes ook hier eten, dus ja, dan vind ik het wel zo netjes. En dat hier dus 2 zakken zijn. Dit ga ik dus lekker eten. Het is voor iets met kies. Nou, dat heb ik jullie al een tijdje terug laten zien. En vanmiddag ook. Dit is dus in zo'n pakje. Heb ik nu net uit en uit de oven gehaald. Dus ik ga nu lekker eten. Even weer even een rondje met Lady lopen. Ja, lekker in het gras, hè, meisje. Gras en zand. Hè? Jij. Wachten, schat. Wachten, wacht. Zit. Blijf. Is nog een puppy volgens mij. Is nog een puppy of niet? Ja. Ja, een hele goede avond. Ik ben alweer lekker thuis. Ik heb lekker 1 uur en 13 minuten met Lady gelopen. Heerlijk. Ik mag niet klagen. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zou zeggen, zo ja, doe het duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Laters.